Nou jongens, daar gaan we weer. Vanuit de sterrenhemel is de tv komen afdalen om hier de aardse sterren even te komen bekijken. We zijn bij de première van Mannenharten 2. Het wordt hartstikke gezellig. We hebben Barry Atsma net al even gezien, maar die gaan we nog aan de praat krijgen natuurlijk. En Daan Schuurmans is erbij. Wie weet wie we nog meer tegen gaan komen. Dus kom op, we gaan lopen. Bert, heb je één momentje voor de tv toevallig? Wat ben je? Ik ben de tv. Ik ben uit de tv. Ik ben uit de sterrenhemel neergedaald. Heb je T bij? T-E-E. Is het de tv of de tv? De tv. SBS Show News. Die staan daarnaast. Nee, wij zijn van studententelevisie. Ja. Nou, wat wil je weten? Wat wil je worden? Ik wil beroemd worden. Dat is het hele idee. Ik wil als tv wil ik tussen de andere sterren. Waarom wil je beroemd worden? Nou, ik wil heel simpel. Ik wil beroemd worden, want de tv hoort thuis tussen de sterren. En ik ben nou uit de hemel gevallen, dus ik moet terug naar de sterren. Dit is het dichtste bij ik ga komen. Een gevallen iemand, daar kijkt liever niemand naar. Nee, maar dan heb je gelijk in echo's. En haar geval. Oh nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Men ziet graag heel veel gevallen mensen. Zijn mannen nou eigenlijk romantischer dan vrouwen tegenwoordig? Kijk ik even naar mezelf. Ik denk dat ik heel graag romantisch wil zijn, maar dat de uitwerking heel vaak... Dan denk ik, één roos op tafel is al super romantisch. Dus de uitwerking kan nog wel eens wat beter, maar ik denk van binnen zijn mannen veel romantischer, ja. Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het per persoon verschillend is, weet je? Ik ben totaal niet romantisch en mijn vriendje extreem. Want al mijn vrienden zijn weer jaloers op mij, omdat hun vriendjes weer niet romantisch zijn en hun weer wel. Dus ik denk dat het per persoon gewoon is. Al die verschillende verhaallijnen, raakten jullie zelf ooit een keer de knoop kwijt? Dat je denkt van, oh, waar gaat het heen? Dat is de taak van de regisseur. Voor mij, voor mij is dat heel simpel. Ik heb één verhaallijn, daar stoot ik me op. In deze film heb ik ook met de andere verhaallijnen niet zo heel veel te maken. Dus uiteindelijk komt het wel weer samen, maar in het begin sta ik echt los van de rest. Dus voor mij was dat eigenlijk heel overzichtelijk. Was mijn vraag, wat is nou de leukste of foutste openingszin die gebruikt is, die eventueel geknipt is ofzo? Of die het niet heeft gehaald? Hij is niet geknipt, maar hij zit erin. Maar ik vind het de foutste. En dat is dat ik tegen een Engels meisje zeg, do you have mice in your belly? En dan zegt zij nee of no. En dan zeg ik, well, then you've got a great pussy. Nou jongens, dit was Mannenharten 2. Het was hartstikke leuk. We hebben heel veel goede tips gekregen. Misschien zijn mannen toch iets romantischer tegenwoordig dan de vrouwen. En ja, het gaat hartstikke goed. Volgens mij zijn we binnenkort wel op tv te zien. Nou is het tijd voor een film. Tot de volgende keer!